Ja, echt een hele sterke drang om gewoon heel veel te eten. Bijna alsof je verslaafd bent of zo en je moet gewoon eten hebben. Maar eigenlijk wil je het in eerste instantie niet. Je wil er niet aan toegeven, want je wil niet eten. Alsof je jezelf niet kan tegenhouden. Waardoor als je heel veel gaat eten, je daardoor heel erg kut voelt en dat eten zo snel mogelijk kwijt wil raken. In mijn omgeving wordt het niet echt serieus genomen. Ik weet nog het moment dat ik het aan mijn moeder vertelde. En dat ze zei van, ja, maar je moet gewoon eten, gewoon normaal doen. Je hebt het wel eens van gehoord, maar als je het niet zelf meemaakt, dan weet je het ook niet. Ik vond het heel lastig om te merken dat toen het juist slechter ging, mensen juist en minder zorgen om je maakten. Want ze dachten, oh nou prima, je ziet er weer goed uit. En dat je alleen maar van die complimenten kreeg, terwijl je van binnen echt dacht, zie je het dan niet? Toen het echt heel slecht ging, wilde ik ook eigenlijk gewoon wel dat mensen het zouden zien van dat ik hulp nodig had. Want ik het zelf niet goed durfde te vragen en niet goed wist hoe en wat en wat ik ermee moest. Een eetstoornis die je eigenlijk niet ziet voor de buitenwereld is gewoon heel erg lastig. Omdat je elke keer weer denkt dat het beter gaat en uiteindelijk blijkt het dan ook gewoon niet beter te gaan. Niks was meer leuk. Alles wat ik normaal leuk vond, dat boeide me niet meer. Maar ondertussen, ja, zag ik er normaal uit. Dus iedereen dacht van, nou, het is wel meevallen, een beetje chagrijnig. Ik heb ook wel heel veel afspraken of avondjes uit of zo heb ik heel vaak afgezegd omdat ik dan mezelf onzeker voelde omdat ik een eetbui had gehad. Dan zat ik alleen maar op mijn kamer een beetje in bed te liggen of tv te kijken of boeken te lezen. Ja, jezelf niet de moeite waard vinden, dat voelt heel... Ja, dat is natuurlijk heel verdrietig en pijnlijk en ook ergens eenzaam.